Ze verkoopt werkelijk alles, behalve versproducten. Adriaantje de Jong uit Noordeloos is aan de totale leegverkoop begonnen. Het dorp zal het voortaan zonder haar winkel van Sinkel moeten doen. Nou, mijn ouders zijn hier begonnen. Een klein boekwinkeltje en een drukkerijtje erbij. En dat is langzamerhand uitgebreid. Voorheen was hier ook nog een gemeentehuis. Een gedeelte van het huis was gemeentehuis. Sinds deze week liggen er overal in Noordeloos dit soort enquêteformulieren en pamfletten. Vrouwen uit het dorp willen de winkel behouden. We denken dat het erg jammer zou zijn als die weggaat, als het een lege plek wordt. En daarom onderzoeken we in hoeverre Noordeloos daar ook zo over denkt. We merken nu, dat doordat we de enquête gestart zijn, dat mensen daar alweer over gaan nadenken, dat het gaat leven. En dat is nou net wat wij willen bereiken. Ik heb in het bestuur van de buurtschool gezeten, altijd op aangestuurd dat we zoveel mogelijk onze spulletjes hier in het dorp moeten houden. Adriaantje en haar winkel zijn een begrip in Noordeloos. Er kwam een heel koor in de winkel, dat was een verjaardag. Die wou ik eruit hebben, dus ik zei, alsjeblieft jongens, hier heb je een schuimpje en dan lekker naar buiten. En de volgende dag stonden ze er weer. Noordeloos heeft alleen nog een behangwinkel, een café, een pinautomaat en deze bakker. Wanneer Adriaantje sluit, daalt het voorzieningenniveau verder. Ja, maar er komt dus wel een slager 2 keer in de week. Plus een SV-wagen, ook 2 keer in de week. Dus we denken echt goed na over iets tot stand brengen wat ook uiteindelijk rendabel kan zijn. Er moet dan ook een winkel zijn die een toegevoegde functie heeft voor iedereen, maar ook voor de regio. Oh, dat vind ik een reuze plan. En gaat het lukken? Vast. Volgende week gaan de vrouwen op gesprek bij de wethouder. En er is dus dat dringend beroep op alle dorpsgenoten om mee te denken over het voortbestaan van de dorpswinkel. Noordeloos bruist!